Zo had dat dus kunnen klinken. Had gekund inderdaad. Op dit moment. Tussen I Dance Monkey live. Inderdaad, het zou dit weekend zou Down the Rabbit Hole zijn. En daar zou deze dame hebben gestaan. Helaas is het niet doorgegaan en we weten allemaal waarom dat het geval is. Nefto. Hoe heet ze ook weer? Corolla of zo. Corona voor corona. Ja, zoiets. Ja, het is nu is niet gebeurd. Mis je het? Ja, heel erg. Ja. Ik mis het echt heel erg. Ja, het is echt heel naar. Ook het hele weekend, vorig weekend zou eigenlijk Awakening zijn. En dan worden al die optredens worden dan uitgezonden van vorig jaar. En dan is dat, je mist dat gewoon, weet je wel. Dat je op zo'n veld staat en kijkt naar een artiest, biertje in je rechterhand. Een hamburgertje in de linkerhand, ik mis dat gewoon heel erg. Nou ja, weet je, je moet ook realiseren. Wij van Him for the Weekend hadden aan het begin van het jaar het plan om naar heel veel festivals te gaan. En vanaf festivals live uitzendingen te doen. Ja, oftewel, klopt. Ja. Deze uitzending waar je nu naar luistert. Die had vanaf Down the Rabbit Hole gemaakt kunnen zijn. En ja, het weer misschien niet helemaal top, maar het is droog. En ik vind ook, en we hebben dat gezien vorig jaar op de Zwarte Cross. Die regen die brengt ook heel veel mensen op een leuke manier samen. Dus het had natuurlijk fantastische verhalen op de radio kunnen zijn. Dat is ook super zonde inderdaad. En zeker ook als je kijkt, nu wordt dan Bring the Noise ook op televisie weer herhaald. Ja, het is gewoon jammer. Ik bedoel, dit is het seizoen en het had kunnen zijn de voorbereidingen voor de Vierdaagse. Die dan eigenlijk over 2 weken zouden zijn. Mm-hmm. Ja, zonde is dat gewoon. Het is gewoon naar. Ja, zeker dit, want ik vind Down the Rabbit Hole is echt een gaaf festival. Ja. Ben jij er al een keer geweest? Nee. We zouden bijna vorig jaar heen gaan, maar dat ging helaas niet door. Nee, dat ging uiteindelijk niet door. Er waren belangrijkere festivals voor ons. Maar wat ik me dan wel afvraag. Iemand die er nog niet eens eerder is geweest, zoals jij. Wat voor beeld heb jij bij Down the Rabbit Hole? Ja, om heel eerlijk te zijn, heb ik een beetje het idee dat er wel een beetje mensen zijn die... Zeg maar gewoon. Drugsverslaafd. Zo. Ik wel graag van drugs hou. Omdat down the rabbit hole. Ik bedoel. Maar waarom dan? Is dat wel, denk je dat het zo is? Ja, nou, ik weet van een paar mensen die erheen gaan dat die echt wel van een pilletje houden op zijn tijd. Down the rabbit hole, ja. Ik heb dat gevoel heb ik echt niet gehad toen. Nee, zeker niet. Ik ben er natuurlijk ook niet geweest. Hè? Dus ik weet wel alleen van de mensen die ik ken die daarheen gaan, die gebruiken het. Dus daarom heb ik dat beeld. En dat is misschien wel helemaal verkeerd, maar goed. Ja, goed, ik ben er zelf tot nu toe slechts 1 keer niet geweest. Dat was dus vorig jaar. Ja, maar het is ook niet zo heel oud, hè, het festival. Nee, de eerste keer was in 2014. En dat was ook gelijk het eerste jaar dat wij het programma Bring the Noise maakten. En toen zijn we daarheen gegaan. Zo van, oh, er is een nieuw festival in de regio. Helemaal geweldig. Ja. Nou ja, heerlijk festival. Het is echt heel leuk. Ik vind het ook een heel... ik moet zeggen, eerst... we gingen daar toen 2 jaar geleden. Was al met 2 jaar geleden. Gingen we daar toen heen. Ja. En ik moest even een beetje wennen of zo. Ik weet niet. Het was niet... Kijk, van een festival ben ik gewend. Bijvoorbeeld Paaspop. Zo'n festival dat waar je ook loopt. Dat overal podia staan. Down the Rabbit Hole is dat niet het geval. Je hebt 2 podia of 3 of zo, dacht ik. Ik geloof 3, ja. En de mainstage, die is wel te vinden. Maar die 2 andere, die zijn een beetje afgelegen. Voor de rest is het een beetje door de bossen struinen. En overal een leuk tentje tegen waar je wat kan drinken. Nou ja, dat is wat het festival wel uniek maakt. Het is inderdaad niet geen standaard festivalterrein. Nee, maar zeker niet. Het is een soort speurtocht naar de leuke plekjes. Ja. Ik weet, een van de eerste jaren, volgens mij zelfs het eerste jaar. Toen was er op een gegeven moment een optreden van de staat. En dat was niet aangekondigd. En dat was ergens in een bos. En dat nieuwtje, dat verspreidde zich als lopend vuurtje over dat terrein. Oh, ja. Iedereen had zoiets van, de staat. Maar niemand wist waar. En dan was het ergens in de bosjes. Ja. Dat vind ik zo geweldig. Ja, dat is top inderdaad. Het heeft ook iets heel kunstzinnigs. Ik weet dat ik toen met Job nog een munt heb geslagen bij een hele ouderwetse smid. Ja. En je hebt een beetje een futuristisch gedeelte waar dan mensen met rare pakken ook rondlopen. En ook hele vage, eclectische muziek wordt daar afgespeeld. Ja. Dat is top, ja. Je hebt gewoon gedeeld. En ik weet dat we ook nog een mojito of zo hebben gemaakt. Wat was het ook alweer? Een gin tonic was het. Oh ja, in de Rozentuin. Ja, heb je een bepaald stukje. En dat is allemaal een heel ander sfeertje. Ja. En toen in de avond zijn we geweest bij Queens of the Stone Age. Dat was ook dat was vet. Zo. Zeker. En dat is ook de reden, zeg maar, dat voor Down the Rabbit Hole kun je geen dagkaart kopen. Alleen een weekendkaart. Mm-hmm. Want ze willen dat je echt letterlijk Down the Rabbit... Nou, niet letterlijk, maar dat je echt jezelf onderdompelt in die sfeer. En niet even gaat voor een optreden, maar echt de sfeer proeft. Ja. En ik hoop dat we er volgend jaar wel weer bij kunnen zijn. Ik hoop het ook. Het sfeertje had nu op de radio inderdaad kunnen zijn, maar helaas het mocht niet baten. Bedankt corona. Tot slot, wat is jouw favoriete festival? Oeh, goede vraag. Nou, daar moet ik echt over nadenken. Nee, 1 ding roepen. 3, 2, 1.
Nee, ik weet het zo echt niet. Als ik zo kijk naar waar we zijn geweest, vond ik in Vlieland het leukste en het oh, ik praat niet meer met jou. Laat me even uitgaan. Ik vond het ook absoluut het stomste festival gelijk. Maar je bent gewoon nog nergens geweest. Nou, ik vond, jawel, natuurlijk vorig jaar natuurlijk, hè. Maar ik vond Emporium ook wel heel erg leuk, maar dat was mijn muziek niet. Dat was gewoon vooral de sfeer die er was. Mm-hmm. En ja, wat vond ik nou meer echt heel erg leuk? Waar zijn wij allemaal geweest? Nou, weet je wat? Wageningen nog geweest? Laat ik eens de volgende uur nog een keer vragen. Want ik heb ook een quizje opgesteld met fragmentjes van festivals waar jij geweest bent. Oké. Nou. Maar Rick, wat vind jij het leukste festival? Ja, dan denk ik toch Down Rabbit Hole wel, hoor. Ja? Ja. Daar snap ik ook al. En als we er nu gestaan hadden, hadden we niet alleen Thomas Knight gezien, maar ook Charlie XCX. Zullen we eventjes gaan huilen in een hoekje? Ja, doe het. Laten we de regels gaan breken. Oh.